PKK Nederland in. Tijdens een bezoek aan Polen kroonde paus Johannes Paulus II een Madonna afgebeeld op een icoon. De Finse cineast Jarmo Jauskeluinen nam dat als thema van de documentaire De Kroning. De film gaat in op de rol en de betekenis van de kerk in een socialistische maatschappij. En ik vertel u er nog bij dat de film werd onderscheiden met een eerste prijs tijdens de 7e Internationale Christelijke Televisieweek in mei van dit jaar in Amsterdam gehouden.